Blacklights of UV-lampen. Je hebt ze vast al wel eens gezien in een discotheek of bij een goede neonparty. Deze paarskleurige lamp zorgt ervoor dat witte shirts en zelfs je tanden op een bijzondere manier gloeien. In deze Actielab video leggen we je uit hoe ze werken, waarom bepaalde dingen oplichten met die radioactief uitziende gloed en vertellen we je precies hoe je ze het best kan gebruiken voor jouw volgende feestje. Wat is een blacklight en hoe werkt het? In de basis is een blacklight heel vergelijkbaar met elke andere lichtbron. Zoals een simpel spotje in je keuken of zelfs een vaccinelichtje. Ze stralen namelijk allemaal elektromagnetische radiatie uit. Maar zoals je vast al is opgevallen, ligt een blacklight een kamer niet helemaal op zoals een normale lamp. Dat is omdat blacklights zo zijn ontworpen dat ze grotendeels alleen hogere frequentie ultraviolet licht uitstralen. Deze frequenties bevinden zich niet binnen het voor een mens zichtbare spectrum. Dat wil zeggen dat jij als mens dit licht niet kunt zien. Blacklights gebruiken meestal iets van een filter of een coating die het meeste licht absorbeert of blokkeert en dus alleen UVA en een klein beetje zichtbaar licht doorlaat. Je ziet iets van een paarse gloed, maar het meeste licht dat van een blacklight afkomt, zie je dus niet. Onder een blacklight lijken de meeste dingen donker voor ons, maar sommige dingen lichten juist op. Dat komt doordat deze dingen de stof fosfor bevatten. Fosfor is een substantie die de elektromagnetische energie van een blacklight absorbeert en vervolgens fluoresceert. Dat wil zeggen dat ze het licht dat ze hebben geabsorbeerd op een lagere of zichtbare frequentie weer uitstralen. Kort gezegd, ze lijken te gloeien. Wat ligt op onder blacklight? Wat je eigenlijk doet wanneer je een blacklight richt op iets dat fosfor bevat, is ervoor zorgen dat het onzichtbare licht wordt omgezet in licht dat je wel kan zien. Heel veel dingen bevatten fosfor, bijvoorbeeld neonverf, de inkt van een highlighter, tonic, glow in the dark speelgoed, maar ook veel soorten wasmiddel. Dat is waardoor witte kleding zo oplicht onder een blacklight. Ook tanden, vingernagels, bloed en urine bevatten allemaal van nature fosfor. Hoe gebruik je een blacklight? Zet je blacklight in een donkere ruimte en zorg ervoor dat deze gericht is op dat deel dat jij op wilt zien lichten. En plaats dingen in de ruimte die oplichten onder een blacklight voor het beste effect. Een ruimte verlichten met blacklights. Welke is dan het meest geschikt voor mij? Het is natuurlijk van meerdere factoren afhankelijk welke blacklight geschikt is voor een bepaalde ruimte. Het wattage van een blacklight speelt hierbij een grote rol, maar ook de configuratie. Zo heb je bijvoorbeeld lange bars of gerichte spots. Het hangt er dus echt vanaf hoe jij een ruimte wilt verlichten. Heb je een grote ruimte, bedenk je dan dat het ook mogelijk is om blacklights op meerdere plekken te plaatsen voor een betere spreiding van het licht. TL versus LED. Wat is beter? De UVTL-buis zoals deze en de spaarlamp die je hier ziet, worden al jaren gebruikt als blacklight. LED is een wat nieuwere techniek voor blacklights. Maar welke van de twee is beter? Wanneer je zoveel mogelijk origineel UV-licht wilt produceren en zo weinig mogelijk omringend licht, dan is de originele variant het beste. Deze soort lamp zorgt ervoor dat bijna alleen oppervlakten oplichten. LED blacklights produceren naast UV ook een paarse gloed. Wanneer je dus voornamelijk voor sfeer gaat en de ruimte best een beetje paars mag kleuren, is dit absoluut de juiste keuze. Blacklights voor een neonparty. Wanneer je een neonparty wilt geven, is een blacklight absoluut een must. Denk daarbij ook aan oplichtende drankjes, zoals tonic. Of een goede dresscode met leuke oplichtende kleding. Maar denk ook aan decoratie om jouw feest helemaal compleet te maken. Bedenk je echter wel dat een blacklight dus weinig zichtbaar licht uitstraalt en voornamelijk zichtbaar is als reflectie. Dus het plaatsen van andere feestverlichting, zoals een jellyball, is ook zeker een toevoeging voor jouw neonparty. Hopelijk hebben we alle vragen die je had over blacklights kunnen beantwoorden. Heb je toch nog een vraag? Stel hem dan gerust in de comments. Vond je deze video leuk? Geef ons dan een like. Vergeet ook niet te abonneren en op het belletje te klikken. Alvast veel plezier bij je volgende blacklight party en tot de volgende video.